Ik kwam hier een doodsmaster van Napoleon tegen. Nou en? Er zijn 4 exemplaren van en ik heb een eerder exemplaar gezien in Waterloo. Het is in brons afgegoten. En het verwondert mij toch hier, want we zijn hier in New Orleans. In Nouveau Orleans. In het zuiden van de Verenigde Staten in Louisiana. En waarom ligt hier nou Napoleon in een museum? We zijn in het Cabildo Museum. En Cabildo is een Spaanse naam. En dat is weer niet Frans. We hebben nou Frankrijk en Spanje al gehad. Nou, gauw uitleggen. Louisiana is aan het begin van de 18e eeuw in bezit gekomen van Frankrijk. Daarna hebben ze hun bezittingen samen met Spanje beter verdeeld. En toen kreeg Spanje opeens weer Nouveau Orleans. Toen was hier een Ier de Spaanse gouverneur en die bouwde hier een gebouw, de Cabildo. Later is het weer teruggegeven, dit stuk waar we hier zijn, aan Frankrijk. En uiteindelijk is het verkocht aan Amerika in 1803 voor een belachelijk laag bedrag. En dat heet de Louisiana Purchase. Maar er wordt hier nog steeds door de oudere mensen een beetje Frans gesproken. In Spaans kun je er ook nog horen. Een raar stuk Amerika. Maar hoe komt dat dode masker van Napoleon nou hier? Dat komt zo, Napoleon zat tussen 1815 en 1821 opgesloten op het eiland Sint Helena in het zuiden van de Atlantische Oceaan. Daar was hij heen verbannen. Hij mocht natuurlijk wel een dokter meenemen en hij nam een dokter mee, Francisco Antiomarchi. En dat was een enorme oplichter, een heel louis type. En die heeft de hele tijd zitten denken, toen Napoleon daar ziek op zijn bed lag, als je doodgaat, ik lekker een masker van je maken, dat ga ik verkopen. En dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft een boek over Napoleon geschreven. Dat is echt een ongelooflijk onbetrouwbaar boek. Maar dat dode masker, dat is wel belangrijk, want dat is het laatste feitelijke ding wat we van Napoleons gezicht hebben. En hoe komt dat nou hier? Dat komt omdat Antiomarchi, die verveelde zich in Frankrijk nadat hij Napoleon overleden was. En hij mocht eigenlijk ook niet terug naar Frankrijk en in Italië het ook niet bezoeken. Hij denkt, ik word huisarts hier. En hij is hier arts geworden en uit dankbaarheid tegenover de stad heeft hij toen dat masker geschonken. En het is dus heel zeldzaam dat het hier ligt, maar dat zegt natuurlijk ook iets over de Franse invloed in de Verenigde Staten. En ik heb vannacht liggen denken om een beetje hier, het is hier prachtig weer, het is de late herfst in New Orleans. Ik dacht, er is ook iets met Napoleon en popmuziek en New Orleans. En opeens wist ik het, er is in de jaren 60 een novelty hitje geweest. They're coming to take me away, aha. En het werd gezongen door een Amerikaanse artiest, Napoleon de 23e. Het heeft er niks mee te maken, maar Napoleon en de popmuziek, daar is een connectie tussen. They're coming to take me away, haha. They're coming to take me away, ho ho, hee hee, haha. To the funny farm where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats. And they're coming to take me away. Hier in New Orleans is het Confederate Museum. Dat wil zeggen een museum voor de opstandelingen in de Amerikaanse burgeroorlog. Een museum voor de slavenhouders en de slavenhandelaren. Het is wel begrijpelijk dat in 1861 Louisiana en deze stad hier koos voor het zuiden, voor de opstandelingen, voor de Confederates. Want het grootste gedeelte van de katoenhandel was hier gevestigd. En de katoenhandel en de katoenbouw die werd uitsluitend gedreven door zwarte slaven. Ze hadden dus erg veel belang erbij hier om de slavernij in stand te houden. Ze hebben echter niet lang mogen genieten van hun Confederate status. Want al in 1862 werden ze vanuit zee veroverd hier door de unionisten. En die hebben hier de laatste 3 jaar van de burgeroorlog enorm huis gehouden. Ze hebben eerst een gouverneur benoemd, Butler, en die heeft die mensen hier verschrikkelijk gestraft. Die zei, als jullie van ons afgescheiden zijn, dan zou je het merken ook. Ondanks dat zijn ze de Confederate cause, de zaak van de Confederaten, ontzettend blijven vereren. En dat kun je ook zien in dit museum hier. Want daarachter, waar Misha nou staat te draaien, daar kun je ook zien
Er is een speciaal tentoonstelling voor Verena Davis, de vrouw van de president van de Confederate, die dus van 1861 tot 1865 president van de afgescheiden Verenigde Staten is geweest. De president zelf heeft hier achter het museum een immens standbeeld. Die wordt ook vereerd. En verder wordt vereerd generaal Beauregard. Beauregard is natuurlijk een Franse Louisiana-naam. Hij is de grootste generaal van de Confederates geweest. Hij is geboren in New Orleans en hij is wel genoemd de Napoleon in Grey. Dat wil zeggen een Napoleon-achtig iemand in het grijze kostuum van de Confederates. En in dit museum wordt dat allemaal herdacht en dat kun je ook zien aan de vlaggen van de Confederates die hier aan de muren hangen. En aan die vlaggen kun je ook zien dat de zaak van de Confederates hier nog steeds wordt vereerd. En misschien hebben ze nog steeds wel een beetje spijt dat ze niet afgescheiden zijn, maar nou een stuk van de Verenigde Staten. Ja, wat een toestand hier, zeg. Je komt hier eigenlijk, want we zijn bij Lakeview begraafplaats. Je komt hier natuurlijk voor je rust, maar deze dode akker wordt hier doorsneden door enorme snelwegen. En toch blijft het mooi hier. Want als je hier zit, hier heb je de grafheuvel van de Army of Tennessee, in het bijzonder de Louisiana Division. En hier liggen dus de helden van de Confederates van het leger van Tennessee en Louisiana. En als je naar hier kijkt, in deze grafheuvel hier, dan zie je een paar beroemde namen. Helemaal achterin, Mies, moet je kijken, staat een steen, Albert Sidney Johnson. Nou, dat is een beroemde generaal. Maar waar ik eigenlijk speciaal hiervoor ben, is voor, zie je dat eerste vlaggetje daar? Zie je dat daar? Ja, dat is eigenlijk een unionistenvlaggetje. Eigenlijk zou er een Confederate vlaggetje moeten hangen. Want daar ligt, achter die grafsteen, ligt generaal Beauregard. Nou, en Beauregard is natuurlijk één van de grote helden van de Confederates. Ze hebben natuurlijk ook nog een andere grote held en dat is hun president Jefferson Davis. En waarom zeg ik dat? Die Jefferson Davis is ooit hier op deze begraafplaats, eentje verder, begraven geweest. Dat kan je nog zien waar die heeft gelegen, maar hij ligt er niet meer. Maar een aantal jaren na zijn dood is hij gebracht naar Richmond, Virginia. En hij heeft een enorm grafmonument gekregen, want dat was de voormalige hoofdstad van de Confederates. Het is een belangrijke periode in de geschiedenis geweest, die Civil War. Alleen hier heeft die Civil War eigenlijk maar kort geduurd. In 1862 werden ze hier al veroverd, dus door de unionisten. En toen waren de negers hier dus vrij. In 1862, je moet je niet al te veel voorstellen, maar in ieder geval, de negers hoefden niet meer onbetaald op de plantages te werken. En die konden toen hun muziek, hun plantagemuziek, konden ze aan grotere groepen mensen laten horen. Ze hoefden niet alleen maar te spelen op de plantage en ze konden uit hun huis met hun gitaartje, ze konden elders spelen. En toen ontwikkelden ze muziek die wij kennen als de blues. En deze blues, dat heeft hele belangrijke en bekende liedjes opgeleverd. En een van de liedjes die in die tijd ontstaan is, in de jaren 60 van de vorige eeuw, is het liedje The House of the Rising Sun. Wij noemen dat een traditional, we weten dus niet precies wie de componist is. Maar iedere jongen die de jaren 60 heeft meegemaakt, die kent het uit 1964 van Eric Burdon en The Animals. Wij zongen toen allemaal, er is een huis in New Orleans, they call it Rising Sun. En dat liedje is hier ergens op deze grond ontstaan. Ik heb leuke handschoentjes gekregen. Ik ben in de historische documentenverzameling van de stad New Orleans hier. Het ziet er echt een prachtig gebouw. Ik ga natuurlijk handschoentjes gebruiken. En ik wil een beetje vreemde affaire uitleggen naar aanleiding van deze documenten. Die kwam ik
toevallig in een groslijst van hun bezittingen tegen. Dat is echt fascinerend. Nou, ik ga ze hier eventjes een beetje laten zien. Dit zijn 4 brieven. En het gaat over een affaire die speelde in 1862. Toen was Louisiana en deze stad hier net weer in het bezit gekomen van de Unionisten. De Confederates waren verslagen, dus vroeg in de Civil War al. Maar het had Nederland een conflict met de zojuist benoemde gouverneur van de Unionisten, Butler. Een buitengewoon nare vredeman. En die man die wilde natuurlijk die Confederates ontzettend pesten. Dat begrijp ik. Maar wat hij ook deed, hij gaat de Nederlanders pesten. En dat was onterecht. Want wij hebben altijd achter de zaak, in 1860, 1865, achter de zaak van de Unionisten gestaan. Wat had die Butler nou gedaan? Die gouverneur die had van het Nederlands consulaat, had hij afgepikt $800.000. Het Nederlandse consulaat erg kwaad. En die schakelde het consulaat-generaal, wat toen onze ambassade was, in New York in. Dat is deze brief. En hier zie je dat de Nederlandse regering protesteert. Ook protesteert onze consul. En de consul was Roest van Limburg. Ik moet ook nog bij vertellen, we hadden toen in New Orleans een consulaat. Dus geen consulaat-generaal, maar consulaat. Dat is nog steeds. De consul nu in New Orleans is een vrouw. Hier zie je een brief van Roest van Limburg. En uiteindelijk wordt de zaak beantwoord door William S. Short. Dat is deze man. 2 keer. En dat vind ik echt heel fantastisch om te zien. Het zijn weliswaar geen echte handtekeningen, maar het zijn kopieën van beide brieven, wat ik niet goed begrijp. Maar goed, dat is tot daartoe. Short was de minister van Buitenlandse Zaken. Die dacht, we gaan Nederland niet sarren en die lost die zaak op. Maar die Short is een hele belangrijke man geweest. Dat is een vriend van Lincoln geweest. Die heeft de moord op president Lincoln zo goed als meegemaakt. Die heeft ervoor gezorgd dat Alaska werd verworven voor de Verenigde Staten voor een belachelijk laag bedrag. Is een van de meest invloedrijke mannen geweest. En die bemoeide zich ook met een relatief kleine zaak als het pikken van $800.000 van Nederlands ging. En in deze brieven schrijft de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika dat het allemaal goed komt. En zo zie je dat je hier nog een klein politiek probleem midden in een archief in het zuiden van de Verenigde Staten tegenkomt. Gek, hè? Dit is een versie van There is a House in New Orleans, The Cold Rising Sun, van Dolly Parton. En deze versie had ik nog nooit gehoord. Hij heeft ook een afwijkende tekst. Er is iets geks met het nummer aan de hand. In alle handboeken staat dat het een bluesklassieker is. Nou, dan denk je, hebben alle grote bluesmensen dit opgenomen? Muddy Waters, Sonny Bill Williams, Johnny Lee Hooker. Dat is dus niet waar. Dit nummer gaat over hoeren en gokken in New Orleans. Dat degene die het opnam, Led Belly, buitengewoon treurig leven heeft geleid. Die ging alleen maar naar de hoeren en die zat alleen maar in de gevangenis. En heeft jaren in de chain gang met ketting aan zijn benen moeten werken. Maar een van de grootste zwarte bluesmensen weer is geweest. Die heeft een prachtige versie. En daarna is het nummer. Na 48 kom je het eindeloos tegen. Waylon Jennings. Nou, wie ook, iedereen heeft het opgenomen. En je moet het nummer zo gesitueerd zien ongeveer. In zo'n soort straat. Dan zonder de auto's. Gokken, vrouwen en hoeren. En de versie die wij dus allemaal kennen, die is natuurlijk van de Animals. En ik denk toen de Animals het zongen, dat ze nog nooit in New Orleans zijn geweest. Want het was natuurlijk een Britse groep. Ja jongens, de late zomer van 1964, toch al het geniaalste jaar uit de popmuziek. Wat was het een hit. Maanden stond het op de Nederlandse top 10. En we zongen het allemaal mee. House of the Rising Sun van de Animals, later genoemd Eric Burdon and the Animals. Want Eric Burdon was dus de zanger. Het nummer was zo'n immense hit over de hele wereld dat hij werd uitgenodigd door de stad New Orleans om het hier ook te komen zingen. Want het nummer gaat over New Orleans. Het gaat over een moeder die zich moet verhoereren
om het voedsel voor de kindjes te betalen. Hij beschrijft dat in zijn zeldzame autobiografie, Eric Byrne, die heb ik hier bij me. I used to be an animal, but I'm all right now. En in dit boek beschrijft hij dat hij op een kamertje zat in een hotel. In het centrum van New Orleans. En het is dat hotel geweest. En daar heeft hij gezeten met Alan Price. En Price heeft vooral de orgelpartij geschreven. Speelde ook gedeelte van de orgelpartij op het nummer. De originele versie, de monoversie. Als je nou kijkt, want wij knipten dat uit. En hier is een velletje. Wij knipten uit een popblaadje uit die tijd. Dat heette nog een popblaadje. De tekst. Er staat de tekst en muziek en een prijs. Nou, dat is natuurlijk onzin, want het is een oud nummer. Eric Burden zegt hier in zijn autobiografie dat hij het voor het eerst heeft gehoord van Bob Dylan. En dat het een nummer van Bob Dylan is. Het is waar, op de eerste LP van Bob Dylan stond het. In latere versie van die LP is het afgehaald. Dat was heel moeilijk te krijgen. Maar het is geen nummer van Bob Dylan. Eric Burden weet zelf ook wel beter, want hij heeft later gezegd op een videofilm, die heb ik hier op DVD, Eric Burden and the Animals Live at the Coach House. Daar zegt hij dat het een nummer is van een oude bluesneger, Josh White. En er zijn twee Josh White, die hebben weer een nieuw probleem, junior en senior. Ik weet, daar ben ik inmiddels achter, dat junior en senior het alle twee hebben gezongen. Maar hier is het de versie van senior. En senior heeft het in de Tweede Wereldoorlog gezongen. George White Senior. Zijn Amerikaanse bluesneger, die overigens in Engeland heeft opgetreden in de jaren 50. Waar de Animals hem hebben zien optreden. Maar toen heeft hij volgens mij niet House of Rising Sun gespeeld. Die George White heeft ook een nummer geschreven. Krankzinnig in de oorlog. De Führer heet dat. Ook wel de Führer Blues. Gaat over Hitler. Maar toch volgens mij heeft die man het nummer ook weer niet geschreven. Dat is een gospelversie uit 1 of 42. En hij heeft een hele weer een afwijkende tekst. Ik denk echt, daar blijf ik bij, tenminste ik kom niet verder in mijn onderzoek, dat het echt een slavennummer is. Op de plantages geschreven, of gezongen beter gezegd, niemand schreef het nu, 1860, 1870. En die George White heeft dat overgenomen en later is er door al die andere bluesmensen en de mensen in de beatmuziek overgenomen. Verder kom ik echt niet met de geschiedenis van het nummer. Maar wel is het nog belangrijk als je naar dat huis kijkt daar. Want in dat huis hebben dus Eric Burden en Alan Price geslapen. En ook een beetje gitaar te spelen. Het is bekend dat ze daar gesproken hebben over een nieuwe versie van het nummer. En dat is de stereoversie van het nummer. Die is ontstaan in dit pand. En daarna is het nummer nooit meer uit de herinnering van de mensen weg geweest. Says son, we don't mean S-U-N, we mean S-O-N. When a young man reached the age of 13 or 14, his parents would bring him to that house to make a real man. Er is een verhaal hier in de stad dat er echt een bordel is geweest met de naam The House of the Rising Sun. Dat klopt. En is er ook een verhaal dat dat bordel al bestond aan het begin van de 19e eeuw, zelfs al in de Franse tijd. Dat lijkt me een sterk verhaal. In ieder geval komen alle verhalen terecht bij dit huis achter mij. Dit zou dus het uiteindelijke bron zijn van het liedje. Dit zou dan het huis zijn van de reizende zon. See you.